Goedenavond, hallo. Goedenavond, dankjewel. Meer dan voldoende hoor, meer dan voldoende, dank u. Dank u, dames en heren. Dank u. Dank u, dank u. Echt waar. Alle mensen, alsjeblieft, dit is slechte televisie. Sorry. Dank u. Dank u wel. Dank u. Hallo, dank u wel. Merci, echt waar, sorry. Ik begrijp het, maar dit is echt slechte televisie. Genoeg. Graag uw applaus voor Philip Geubels. Voilà, dan gaan we er nu even uit voor reclame. Philip, welkom. Wat zie je er feestelijk uit? Ik voel me echt een paal zijn met dat striksje. Ik dacht eerder aan een heel zieke pinguïn. Dank u. Dames en heren, vandaag, 17 september, iets over 19:30, is een belangrijk moment in de Vlaamse televisiegeschiedenis. We staan hier dan ook op een kruispunt. Vanaf dit punt kunnen we bij vier maar twee kanten uit. Succes of ondergang. Dan staan we eigenlijk op een T-splitsing, als we twee kanten uit kunnen. In feite wel, Philip. Ja, we staan inderdaad op een T-splitsing. Maar ik zeg u hier vanavond, eigenlijk kunnen we maar één kant uit. Dan staan we in een eenrichtingsstraat. Inderdaad, Philip. We staan hier in een eenrichtingsstraat. Maar wel een eenrichtingsstraat die succes heet. Dat zullen we zien. Dames en heren, Philip Geubels is hier blijkbaar bezig om van onze nieuwsoort Gaston en Leo te maken. Nee, die zijn alle twee grappig. Beste kijkers, vier is eigenlijk nog niet begonnen. Dat is pas over een kwartier met de eerste aflevering van De Kruidfabriek met Tom Leenaerts. Tom Leenaerts, dames en heren. Wat is dat? Gewoon. Tom Leenaerts, dames en heren. De sfeer. Ah, de sfeer. Ja, oké. Okay. Goed, misschien eerst een woordje uitleg bij wat u allemaal te zien zal krijgen op deze nagelnieuwe televisiezender. Daarom even kort, vier voor beginners. Vandaag beginnen we uitzonderlijk pas om 19:45, maar vanaf morgen begint uw tv-avond bij vier om 18:00. De nieuwe zender start met een multi-award-winning state-of-the-art animatiereeks gemaakt in de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb reeds een preview gezien en het smaakt naar meer. Dames en heren, ik stel u graag voor aan The Simpsons. Dat loopt al 20 jaar op VTV. Ja, Philip, ja. Ja. Goed, een 19:30 later, om 19:30, is er plan B. Ah, dat is wel nieuw. Wat is dat? Plan B is dat als het niet lukt met deze zender, gaan we terug naar de VRT. Dat zal niet mogen, denk ik. Nee, dames en heren, plan B is het nieuwe dagelijkse lifestyle-magazine van vier. Die plant is de gelukkigste dag van zijn leven vandaag. Het is gestikt in de grond, die hoort het op zoek naar water. Hij vindt direct dat water, hup, drinkt en hij is vertrokken. Hè. Je ziet achter ons staat er een oude schuur die ons vader gedurende ganse carrière gebruikt heeft. De pannen die er nu op liggen, die gaan we dus gratis weggeven. Dus iedereen die geïnteresseerd is, mag ze gratis komen halen, maar hij moest er wel afhalen. Van het dak. Ja. En dan is er om 18:55 komen eten. Dat loopt ook al 20 jaar op VDW. Ja, Philip, maar dat programma is nu in een nieuw jasje gestoken. Het werd voor de makers namelijk heel moeilijk om nog aantrekkelijke kandidaten te vinden. Dus hebben we bij vier besloten komen eten te laten presenteren door deze man. Oh, ja. Hola. Dat is Iwijn Segers. Geeft toe, naast hem is het bijna onmogelijk om zelf nog slecht uit te zien. Dat is ook exact de reden waarom jij hier vanavond naast mij staat. Dank u. Nee, dank u. Goedemiddag. Precies. Ik ben Iwijn. Ivan. Iwijn. 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 Ja. Van de drinken. Hè? Ah, van de... Maar we komen voor komen eten. Oké, okay, goed. Mag dat dan wel eens gewoon eens? Nee, je mag dat niet. Als je dat nu al riekt, hè, dan valt het ook. Oh, fuck. Oh. Zet het gewoon in ons slaapkamer. In uw slaapkamer, ja. Hè? Is dat niet een heel rare plaats om het dadelijk aan te zitten? Nee, dat wordt nog gedaan. Oké. Okay. We zetten de kroketten in de slaapkamer.
Misschien is dat er wel speciaal daarvoor gezet, die kast. Ja. Beter in de slaapkamer als in een dressing. Want de dressing, dat is voor de sla. Dank u. En dan om 7:15 is het tijd voor de Kruidfabrieken Live Talk Show, die dagelijks wordt uitgezonden vanuit, en dat raadt u nooit. U ziet, hij raadt het nooit. De Kruidfabriek. De Kruidfabriek wordt dagelijks gepresenteerd door Tom Leenaerts, Gilles De Koster, Lieve Scheire, Christophe De Borsu en liefst zoveel mogelijk Sophie Lemaire. Sophie Lemaire, dames en heren. Dit is belangrijk. Voor de modernere kijker onder u is er ook een dagelijkse quiz die je thuis kan meespelen. Als je een smartphone of een tablet hebt, kan je nu al de application of app in de volksmond downloaden op dekruidfabriek.be en kan je straks al meespelen. En de niet-moderne mensen die mogen ondertussen een mooie tekening maken. Na de Kruidfabriek is het tijd voor de lang verwachte terugkeer van de slimste mens ter wereld. Ah, bestaat ook al 20 jaar. Hè? Ja, maar nu wel met reclame. Ah, leuke twist, ja. Jij zit er ook in dit jaar? Ja, en ik kan zeggen, met Erik van Looy een tv-programma maken, dat is gelijk naar een pretpark gaan. Ah, zo plezant? Nee, ik haat pretparken. Filip, mag ik u toch vragen iets enthousiaster te zijn? Het is een openingsshow, misschien iets positiever. Haat. Ik ga niet zo graag naar pretparken. Ja, graag. Dat horen we graag. Jij bent weer de jury dit jaar, met naast jou de tofste en geestigste mensen van Vlaanderen. En vanavond ben ik dat. Ja, maar geen paniek. Morgen komt er al iemand anders. Dus dat... Ja, oké. Okay. Goed, als de slimste mens dan gedaan is, dames en heren, is het al 21:45. Vroeger was dan zo op VT4 zoiets voor als het vrouwke was gaan slapen. Hè? Zeker. Ik denk dat ik je heel gelukkig ga maken, want op maandag is er om 21:45 Annemie Struijf met In godsnaam. En het wordt nog beter, want dit jaar volgt ze bejaarde missiezusters overal ter wereld. Bejaarde missiezusters. Nou, dat zal wel lukken. Wat heb je graag, maar toch. Als ik moe ben, pak ik nog mijn weg. Of je doet teeldrijving. Teeldrijving is volgen op de auto. Teeldrijving, dat wil gewoon zeggen dat er niemand tussen mag komen. Oh, dat is op maandagavond. Op dinsdag is er na de slimste mens ook de Bende Hamers, een documentaire reeks over Patrick Hamers. On aurait pu être une famille unie. Mais bon, il y a des gens parfois qui rêvent d'avoir une grande vie et qui se donnent les moyens, bons ou mauvais, pour y arriver. Beklijvende beelden, dat is even slikken. Dat zegt hij van allen ook gisteren. Sorry. Filip, alstublieft. Voor de kinderen die nu aan het kijken zijn, met slikken bedoel ik uiteraard iets moeilijks verwerken. Dat zegt hij van allen ook gisteren. Sorry. Want Filip, is dat nu... Ik droom hier jaren van. Dit is fantastisch als presentator. Een openingsshow, feest, mijn zoon kijkt. Je zet een negatief. Sorry. Op woensdag, dames en heren, is er dan vermist. Voilà. Oh. Als we de tapes terugvinden, tenminste. Doe maar. Ik denk niet dat wij nog kunnen samenwerken. Ik denk dat wij beter ook niet meer samenwerken. We zijn op antenne, Filip. Op donderdag is er dan de terugkeer van een televisiemonument. Man bijt hond. Voortaan 1 keer in de week, maar dan iets langer. Joepie. Voilà. Zo ziet uw week bij 4 eruit. Behalve op vrijdag. Want op vrijdag is er goed gebakken in plaats van Plan B met Wim Balleu. Pardon, met Wim Bayeux. Bayeux? Balou? Bayeux. Die gast staat op Jeroen Meustrikt. Voilà. Het enige verschil is dat hij niet op vrouwen valt. Onze tv-kok houdt dus van de kok met COCK. Sorry. Goed, en na de Kruidfabriek is er heel de avond fictie op 4 met niet alleen de Mentalist, maar ook Castle en CSI. Dat wat het najaar betreft. Maar daar stopt het niet. Dat meen je niet. Mijn vrouw zit in de auto te wachten, dus dat is ja.
In de winter, dames en heren, is er nog de Pappenheimer, Scheir en de Schepping, de rechtbank met man en macht, de nieuwe fictiereeks van Tom Leenaerts en Tom van Dijk en nog gigantisch veel meer. Dat is voor later. Philippe, jij komt ook nog terug op het scherm met Dr. Livingstone. Ja. Ah, ik ben met Maarten Heijlen naar Afrika vertrokken. Aha, leuk. Ja. Ja, ja, leuk. Ja. En? Ik heb dingen gezien, Steven. Oei? Nee, gewoon. Ik heb dingen gezien. Ik ben alvast zeer geprikkeld. Nu, ik heb laatst ook een fragment gezien waarin je belt met Martin en dat roept toch een aantal vragen op bij mij. Nee, niemand wil verkracht worden door een struisvogel, maar ik bedoel, je moet ook weten hoe je ervan wegrent. Je moet achterwaarts wegrennen. Nu ben ik toch benieuwd, ben je verkracht door een struisvogel? Dat ga ik als een verrassing laten. Maar ik kan wel al zeggen dat struisvogels niet per se hun kop in de grond steken. En dan, beste vierkijker, want dat bent u ondertussen, is het nu de hoogste tijd om de zender officieel te openen. We hebben daarvoor een onschuldige hand nodig en die loten we via een trekking van gele briefkaarten van mensen die hier vanavond in ons publiek zitten. Hallo, juffrouw. Nee, dank u. En we zitten in de provincie Antwerpen, mee bepaald in Puurs, bij de heer Peters K. Peters K. Is er een meneer Peters K. In de zaal? Peters K. Oh, daar is hij. Daar. Maar is dat niet de minister-president van Vlaanderen ver naar buiten? Mr. Chris Peters. Ongelooflijk. Schitterend. Schitterend. Meneer de minister-president. Meneer Peters, hartelijk welkom. Komt de gerust tussen ons staan. Dat moet toch lukken, juist met een openingsshow. Wat een heugelijk moment, een heugelijke avond. Is het voor u ook een heugelijk moment, meneer Peters? Zeer zeker. Als ik dat zo mag uitdrukken, het is een kleine stap voor de media, maar een grote stap voor Vlaanderen. Een nieuwe zender, vier, met prachtige programma's. Prachtig. U geeft uw Fiat? Ik geef mijn Fiat. Ja. Mag ik dan de sleutels? Mopje, hoor. Dat is waar vier voor staat. Dan breekt nu, meneer Peters, het officiële gedeelte aan. We gaan stilaan naar de start van de zender. Meneer Peters, dit is een knop. Dat zie ik, ja. Daarom, rode knop, daarom is hij minister-president. Eén druk op de knop en we zijn vertrokken. Mag ik uw ministeriële presidentiële hand, dan begeleid ik die dus naar de knop. U heeft een zachte, aangename hand, meneer Peters. Zo, nog niet drukken. Mag ik stilte vragen in de zaal en in de woonkamers? Meneer Peters, heeft u nog een drukke week? Redelijk druk, ja. Redelijk, dus het mag ook niet zo lang meer duren, vind ik. Nee, oké. Okay. Bent u vaak laat thuis? Ja, wellicht wel. Ja, ja, dat valt dik tegen. Ja. Vrouwke, vindt dat oké? Okay, godzijdank. Prachtig. Kan ze daarmee leven. Goed huwelijk. Meneer Peters, doet u maar. Mag ik? Oh! Dames en heren, een prachtig moment. Chris Peters heeft hier zo net gezorgd voor de officiële inhuldiging van de officiële inhuldigingsknop. Mogen wij daarvoor hartelijk danken, meneer. Chris Peters, alstublieft. Ja. U begrijpt, dames en heren, dat wouden we toch liever zelf doen. Philip, this is the moment. This is it. Een emotioneel moment. Ik denk dat we mekaars hand moeten vastnemen. Zoals we ook de vierkijker de hand moeten reiken om samen, met een bang hartje, maar vol vertrouwen, dit nieuwe hoofdstuk aan te vangen, zoals Mozes ook ooit het volk door de zee leidde naar het... En we zijn vertrokken. Everything will be all right tonight. No one moves, no one talks, no one thinks, no one walks tonight. Everything
en opgelet. We gaan beginnen. Viva la de ganzen. Rollen met die ballen, kandidaten.